Margriet. En dat wou ik toch graag even gezegd hebben. U zou misschien denken, als je nou zo'n liefhebber hebt die zich helemaal verdiept in de geschiedenis van Den Haag, dan zal ze er ook wel geboren zijn. Maar dat is niet zo. En die meneer die daar staat te telefoneren, die mag best even naar buiten gaan, vind ik. Hij is er al uitgezet. Kijk zo. Geboren en getogen in Friesland. En 45 jaar geleden ben ik naar Den Haag gekomen vanwege mijn werk. Maar er kwam meer goeds uit Friesland. Zoals stadhouder Willem de Vierde. En hij werd erfprins van Oranje. En zorgde voor het voortbestaan van het Oranjehuis. Ik geef toe dat zijn zoon, stadhouder Willem de Vijfde, op politiek vlak het iets minder goed gedaan heeft. Maar hij wilde eigenlijk ook helemaal geen stadhouder worden. Waar hij zich mee bezig hield was het verzamelen van kunst. En hij had zoveel schilderijen verzameld dat hij besloot om een speciale galerij te laten bouwen voor een deel van zijn verzameling. En wat het meest belangrijk is, in 1774 opende hij die galerij voor het publiek. En daarmee was het eerste openbaar museum van Nederland in Den Haag ontstaan. En dat is natuurlijk een onderwerp wat in zo'n boekje Haagse primeurs voorkomt. Maar Den Haag had